Goedemiddag. Ja, tweede keer live. Nou, hopen dat het iets beter gaat als de vorige keer. Ik hoop dat jullie me allemaal kunnen zien. Ik ga even kijken of ik ook de live nu kan zien. Of dat... Even kijken hoor, iets blijft hangen. Dat ga ik even weghalen. Dat ga ik ook weghalen. Even kijken wie er allemaal live zijn. Of het gelukt is. Hé, hey, ik kom hem nu hier niet tegen. Even kijken als ik hem opnieuw geververst heb, of het dan beter gaat. En anders ga ik gewoon beginnen en dan hoop ik dat iemand anders nu in ieder geval dingen kan beantwoorden. En nee, ik kan het er nog steeds niet zien. Ik had van de week geoefend. Dus ik hoop dat... Ja, mijn collega's meekijken en dat die in ieder geval de opmerkingen en antwoorden kunnen geven. En anders doe ik het achteraf, want ik ga deze video gewoon opslaan. Ik wacht nog heel even, een minuutje, totdat iedereen er zeg maar is. Ik ga nog even kijken of ik bij, of ik als ik hem ververs, of ik het dan wel zie. Even kijken of ik bij mezelf. Misschien zie ik bij mezelf. Is het bij mezelf? Nee. Ik ga bijna twijfelen of ik wel live ben. Nou, ik ga nog even één keer kijken. En volgens mij... ja, draaien we. Hé, hey, Anouk. Ik kan, als ik er bovenop kijk, kan ik wel meelezen. En, oh ja, Carlijn die kijkt ook mee. Nou, prima. Dan ga ik beginnen. Welkom allemaal. Ja, ik ben Marije van Wouw, 50 jaar. Ik woon in Veenendaal. En ik werk sinds kort voor het supergave Nederlandse merk Carlijn Design. Daarnaast werk ik ook nog voor een webwinkel, dus Creative Hummingbird. Die heeft heel veel van Ranger. Kijk daar ook een keertje leuk naar. Carlijn ligt in heel veel verschillende Nederlandse winkels. We hebben onder andere ook de boekenvoordeel. Dus nou, ik zou zeggen, ga eens kijken. Ze hebben ontzettend leuke, ja, gezellige teksten en dingen. En ik ga vandaag een Valentijns cadeautje maken. Omdat het jaar per slot van rekening volgende week natuurlijk al, ja, al Valentijnsdag is. Ik weet niet of jullie er ook aan doen. Ik had voordat Valentijn had ik dit leuke tasje gemaakt met hotfoiling. Dat ga ik zo meteen laten zien. En ook wat tipjes delen met jullie. Nou ben ik zelf ook nog maar net startende. Maar goed, misschien dat er ook nog mensen zijn die het al heel lang doen. En die dan zeggen van nou, ik kan het ook zus of zo doen. Maar ga rust, plaats er een leuke opmerking onder als je nog betere tips hebt. En, maar we gaan zo van start. Ik wilde eerst nog even laten zien dat de collectie van, Carlijn ook ontzettend leuke Liefde is collectie heeft. Met grappige teksten. En daar kan je eigenlijk jezelf, je eigen lijn van maken. Ik had hier bijvoorbeeld Liefde is samen lang in bed blijven liggen. Nou ja, dat, is, dat vind ik wel liefde. Ja, dat, nou, niet alleen liefde. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Dus deze heb ik, onder andere gebruikt zo meteen voor het tasje wat ik ga maken. En dan komen we nu bij de hotfoiling platen. Die laat ik nu eventjes gauw zien, omdat ik zo meteen alvast erop ga leggen en alvast extra ga verwarmen. Want de eerste keer moet hij eventjes extra warm zijn. En heel veel mensen zullen ook denken van, oh, wat is dit? Helemaal geen plaat. Maar wat je kan doen met deze, is je restjes opmaken. Kijk, want iedereen heeft dat je, als je dus klaar bent, dat je dus een negatief gebeuren overhoudt. En als je die dan
op de plaat leg, papiertje erop, dan krijg je dus het negatief. Of positief, ja, net welke kant je... Ik ga het negatief noemen. Dan krijg je de negatief afdrukking. Dus dat ga ik zo meteen ook nog even laten zien. Maar ik begin eerst even met het tasje. Die heb ik met deze leuke stans gemaakt. Die is ontworpen door Joost Lijnen. Die heeft voor Carlijn veel ontwerpen gemaakt. Die is er helaas mee gestopt. Maar dit was een van haar laatste ontwerpen. En ja, ik ben helemaal wild van dit tasje. Ik heb er al heel veel leuke dingetjes mee gemaakt. En ik ga er nu dus dit Valentijns tasje mee maken. Mijn inspiratie, je gelooft het niet, kwam van een van de designteamleden. Die had vroeg om een tijgerstring. Nou ja, dat ja. Ik dacht nou ja. Maar ik vond deze in een outlet, hoe grappig, als cadeautje. Ik weet nog niet aan wie ik hem ga geven. Ik denk aan een vriendin. Leuk strikje eromheen. Hup, zo erin. En je hebt een leuk Valentijns cadeautje. Nou, dit was dus mijn inspiratie om dan dat tasje te maken. Omdat hier natuurlijk ook dat patroon in zit. Dat tijgerpatroon. Dus ik ga aan de slag. Ik ga deze er alvast even opleggen. Ik weet niet of jullie allemaal goed mijn... ik ga hem ietsjes opschuiven. Mijn glimmermachine kunnen zien. Voor degene die dit helemaal nog niet kennen en denken van, nou, wat is dit nou weer? Wat is er nu weer? Nou, het schijnt al een hele poos te bestaan, maar ik wist tot de vorige, wat was het? Ja, eigenlijk tot ik bij Carlijn kwam, wist ik helemaal van het bestaan niet af. Ik kende wel die minkmachine, waar je dus, als je met bepaalde inkt had gewerkt, dat je dan de afdruk er ook op bleef kleven. Maar dat moest je door een soort lamineermachine heen halen. En ja, eigenlijk werk je wel met een soortzelfde folie. Alleen, alleen het is toch net weer iets anders. Ik ga hem hier erop leggen. Ik leg hem even op het randje, want dat heb ik nodig zometeen voor het papiertje. En wat je dus nu doet is extra verwarmen nu, het papier of de stans. Deze wordt zometeen heel heet. En dan ga ik er ook een sandwich van maken. En die gaat zometeen door mijn Big Shot. Dus ik ga eventjes kijken of... ik ga even loeren of iedereen alles goed kan zien. Ja, alles is goed in beeld. Ja, dus nou. Ik ga hem de timer aanzetten. Dan gaat hij dus nog wat heter worden. Ik heb verschillende papiertjes gebruikt. Maar ik kwam eigenlijk erachter dat het voor mij, en ik weet niet welke machine jullie gebruiken, maar voor mij bij de Big Shot werkte 200 grams eigenlijk het lekkerst. Ik heb lopen klieren met, deze was volgens mij 170. Nou, dit was kansloos. Dit is lelijk, kijk. Het is volgens mij hele goedkoop papier van de Action. Maar dit is, echt... dit was waardeloos. En ik heb het op... dat was eigenlijk zonde van mijn folie. Want ik wilde gewoon dat het ging lukken. En het lukte zelfs niet met verdikking. Lukte het niet. Dus dat was... En ik geef nu ook als tip. Dat als het met een papiertje niet lukt. En je denkt van nou. Kan ik nog een tweede keer proberen. Maar stop dan alsjeblieft. En pak een ander soort papier. Iets dikker. Of het materiaal. Ja, soms is het ook de vleug. En dit is gewoon... dit is karton. Of ja, hoe noemen ze dat? 200 grams. En hier ging het echt voor mij heel, heel erg goed op. Nou, je ziet nu dat het lampje rood of zeg maar groen is. Wat ik dan de eerste keer doe, ik haal hem er toch even uit. En ik geef hem nog even een keer een boost. Zodat hij de eerste keer even goed heet is. Ik vergelijk het wel een beetje met pannenkoeken bakken. Dat moet ook de eerste keer, moet de pan ook goed heet zijn. Dus nou zie, daar is hij al. Hij is lekker snel. Ik druk weer op het knopje. Dan gaat hij ondertussen nog heter worden. Ik leg deze eroverheen. Zo. Je ziet ook al dat hij nu een soort van pakt. Hij wordt een soort statisch. En dan leg ik deze eroverheen. Nou, deze heb ik niet nodig. Even loeren. Oh. Deze kan ook weg.
Dan doen we deze erop. En dan deze. Die twee platen zitten gewoon bij de glimmermachine. Want deze is van de Spellbinders. Er is volgens mij nog een machine die dit doet. Ik werk zelf het liefst met de Spellbinder. Die andere heeft een soort klep. En dat leek me op zich wel handig. Want dan kan je je klep niet kwijtraken. Maar bedenk wel dat je dan wel een iets grotere ruimte moet hebben. En aangezien ik nu wel een grote ruimte heb. Omdat ik bezig ben met verhuizen. Is nu aardig opgeruimd. Maar 9 van de 10 keer is bij mij ontploft de bende. Dus ik raad dit. Dus als je meer ruimte hebt. En het fijn vindt. En snel je plaat kwijt bent. Nou, dan is die andere misschien wat. Ik weet alleen niet hoe die heet. Misschien dat iemand het hieronder kan zetten. Nou, wat ik dus nu doe is heel voorzichtig. Ik zet hem erin. En als je goed luistert, hoor je hem een beetje hissen. Sissen, sissen. Ja, dan draai ik heel langzaam. Zodat de folie het goed kan pakken. En nog een keertje terug. Ik doe het meestal een stuk of 3-4 keer. Dat hij echt de tijd heeft om aan het papier vast te zitten. Ik wil mensen dat gewoon in één keer zien doen hoor. Dus ik weet ook niet of het aan de folie ligt. Ik moet zeggen dat het regenboogfolie nog iets beter pakt als de goudfolie. Dus draai hem heel langzaam terug. En dan doe ik hem er gauw weer in. Want dan warmt hij weer op. Dan gaan we loeren. En 1, 2, 3. Fingers crossed. Oh, wauw. Heel mooi. Zien jullie dat? Hij heeft een heel klein beetje hier achtergelaten, maar dat geeft niet. Dus voor deze is dat... Maar je ziet ook een klein beetje een reliëfje erin. Ja, ik vind dit echt fantastisch. Hier ga ik zo mee werken. Wat ik nog even wilde laten zien, nou ik er toch ben... Dan ga ik eventjes deze weghalen. Zo. Hoppatee. Dan wilde ik ook die andere plaat nog even laten zien. Wat er dan gebeurt. Dus die leg ik ook eventjes hier neer. Ook heel gaaf om te zien. Die had ik gedaan. Nou, deze moet dan weer even flink op zijn kop. Dus daar wachten we nog eventjes mee. Ondertussen ga ik alvast met het tasje aan de gang. Dan kan deze lekker even opwarmen. Schuif ik hem even aan de kant, zodat ik wat meer ruimte heb. En dan doen we dat denk ik als laatste. Zo, deze aan de kant. Deze hebben we nu ook even niet nodig. Die zit hier aan de zijkant. En dan gaan we met het tasje aan de gang. Nou, wat ik nodig heb natuurlijk is de plaat om te snijden. Wat ik ook nog wilde vertellen... is dat ik gemerkt heb bij Carlijn Design dat haar stansen op een soort lijm terechtkomen. En dat is heel lastig om eraf te krijgen. Dat is echt een geklier. En alles zat er elke keer onder en ik werd er chagrijnig van. Tot ook mijn platen zaten eronder. Ik denk, wat kan ik daar nou voor oplossing voor bedenken? Nou, wat ik dus nu doe, is als ik nieuwe stansen heb... Dan ga ik er met de heat tool overheen, heat gun. Dus dat is deze. Dan maak ik het heel warm. Vooral op het streepje waar ik weet waar de lijm zit. En dan valt eigenlijk de stansen vallen er één voor één zo heel makkelijk af. En dan blijft de lijm liggen. Nou, die kan je zo laten zitten. Want dan doe ik vervolgens magneet vellen. Deze was, ik had nog een paar stukjes over, dus deze heb ik in stukjes gedaan. Maar hier bijvoorbeeld een heel stuk. Dan doe ik gewoon op en dan blijven de standjes ook gewoon netjes erop zitten. Raak je ze niet gauw kwijt. Dus dat is mijn tip wat betreft hoe je de stans het beste kan bewaren. En dan zit er ook geen of nauwelijks lijm aan de stans. Dus dat werkt wel prettig. Dan blijft alles mooi schoon. Nou, we gingen een tasje maken. Ik ga even kijken hoe dit het zo erop blijft. Ja. Nou, wat je ziet is dat het stansje eigenlijk groter is als de afdruk. Nou, dan zou ik nog een keertje, als je echt pietje precies bent, nog een laagje hier aan de zijkant kunnen folieën. Maar ja, weet je, ik ben nooit zo moeilijk. Want ja, wie ziet die naad nou? Ik bedoel, come on. Dat, ja,
Als je echt, echt heel, er echt zin in hebt, zeg maar, je wil hem echt perfect hebben, dan zou ik zeggen van, ga lekker je gang. Maar anders is dit ook prima. Ik ben altijd van het makkelijke. Ik heb zelf een plaat met een magneet. Vind ik erg fijn. Dus dan blijft hij ook, verschuift het niet zo heel snel. Ik leg hem mooi op het randje. Oh, dat moet je wel één laag weghouden. Ik denk, waarom kleeft hij nou niet? Er zat gewoon, ik had twee platen op elkaar. Nou, even deze ietsjes naar beneden schuiven. Zo. En hij zit er keurig op. Eigenlijk voor de machine zou je hem even ietsje scheef moeten doen. Dan rolt hij er wat lekkerder doorheen. Dus dat doen we dan maar. En dan gaan we hem door de machine heen halen. Nou, wat me vooral opgevallen is, ik heb natuurlijk ook nog voor andere merken gewerkt, is dat Carlijn haar stans ontzettend scherp zijn. En dus dat je heel makkelijk ook dikkere materialen of zelfs twee papiertjes in één kan snijden. Ja, dat vind ik echt, vind ik echt fijn. En even kijken of die nu in één keer... Ja, het is helemaal netjes. Nou, dan zijn we nog niet klaar. Want ik wil er ook nog gaatjes in hebben. Want het wordt echt een tasje. Ik heb één kant al gedaan. Die laat ik alvast even... Mijn smokkelkant, die had Christ alvast in elkaar gezet. En dat is deze. Dan zie je ook dat ik die gaatjes heb gedaan. Dus die ga ik nu... als je goed kijkt, maar ja, ik denk niet dat dat zichtbaar is op de camera. Er zit hier een klein bubbeltje. Kijk, dat is dit bubbeltje. Dat dingetje. En daar leg ik precies het dingetje op van de stans. Dus die komt dan hier. Zodat ze een beetje gelijk zijn. Dan leg ik hem op de naad. Zo. Dan gaat hij er nog een keer doorheen. Voor de gaatjes. Even kijken. Zo. Ah, die weer aan de kant schuiven. Ach. Nee, serieus? Nou ja, dat heeft iedereen wel eens, denk ik. Ik kan verkeerd omgedaan. Ah. Gauw omdraaien. Oh. Doe je anders nooit. Maar ja, nu wel. Het is een live. Kan gebeuren. Ik zal zo meteen ook even laten zien wat er bij mij nog meer van fout gegaan is. Want als iedereen denkt dat er gelijk een perfecte foil uitkomt, dan zou ik jullie uit de droom helpen. Dat is echt eventjes oefenen. En vooral als je dan het verkeerde papier hebt. Nee, dat kan het echt drama zijn. Over foiling hebben we ook in de groep wel gedeeld. Dat mensen het echt, dat het er helemaal de patroon weg is. Nou ja, dan heb je dus te veel druk. Dus dan moet je zorgen dat er minder druk is. Dan moet je misschien zelfs een ding weghalen. Maar goed, uiteindelijk als je uiteindelijk oefent, dan komt het helemaal goed. En dan wordt het echt, dan kan je echt gewoon trots zijn op jezelf. Daar gaat het om. Dat je iets gemaakt hebt dat je echt denkt van wauw, dat is echt leuk. Kijk, en nu al een heel eind. Ik zelf vouw zeker met het karton altijd heel voorzichtig met mijn vingers. Soms doe ik zelfs nog een klein beetje water erop sprayen. Dan heb je de kans dat het scheuren van het papier minder groot is. Want hoe dikker het papier, hoe sneller het scheurt. Dan gaat het met deze aardig goed. Even vouwen. Zo. En zoals jullie al hier hebben kunnen zien, op één kant, is dat ik alvast het hengseltje heb gemaakt. Want ik heb de vorige keer bij deze, had ik dat dus niet gedaan. En dan zit je dus te klieren. Dus dat heb ik uiteindelijk, nou ja, dat is eigenlijk niet zo heel mooi geworden. Maar dan heb ik met tape heb ik dat gewoon vastgezet. Nou ja, van een afstand is dat prima. Maar goed, dit ziet er natuurlijk leuker uit. Zie, ik heb hem aan de binnenkant en dan nog lekker vastgemaakt. Dus dat ga ik nu bij deze kant ook doen. Ik had alvast, die zitten hier ook bij. Van die, eyelets niet. Hoe heet dit? Nou ja, iemand er... Nee, ik soort eye. Maar versteviging in ieder geval voor de gaatjes. Die ga ik er de lijn pakken. Die ga ik er eventjes bij pakken.
Hopen dat mijn lijm het wil doen. Dat zul je zien, dat heb ik ook al eens meegemaakt. Dat de lijm het niet wilde doen. Oh nee, hij doet het. Hij laat me niet in de steek. Ik doe eerst de buitenkant met een... zo. En dan gaan we zo meteen een lintje aanbrengen. Ik had het gisteren ook gelijk dat lintje even opgemeten. En wat denk je? Nou, dat is even lekker makkelijk onthouden. Die is dus 14 centimeter. Dus 14 februari, 14 centimeter. En dan haal je hem er zo doorheen. Hup. En de andere kant ook. Dus dan heb je hem eigenlijk als het ware zo. Dan draai je hem om. Zo, netjes neerleggen. Oh, hij wiept eruit. Zo kort mogelijk. Oh, deze zit nu alweer gedraaid. Nou, gisteren ging het heel soepel. Ja, daar is die. Zo. Klein stukje eroverheen, zodat je het zometeen wel wat grip hebt. En dan pak je weer twee, die heb ik trouwens met een soort metaliek cardstock gedaan. Moet je me even niet vragen waar ik dat vandaan heb. Het kan wel eens zijn dat ik die bij de boekenvoordeel heb gekocht. Daar ben ik ook regelmatig te vinden. Even kijken hoor, dan gaan we... Want hier in Veenendaal hebben wij eigenlijk geen hobbywinkels. Dus echt, daar word je heel verdrietig van. Vroeger hadden we hier de Pipo's, maar dat is verdwenen. Ja, we hebben dan nog een klein hobbywinkeltje, dat heet Van Voren volgens mij. Nee, verder is het veel wol. We hebben wel wolwinkels en stoffen. Veenendaal is natuurlijk, staat ook bekend om zijn wol. Scheepjeswol. Dat heet nu Scheepjes, is van origine natuurlijk ook Veenendaals. Dus er wordt hier ook veel handwerken gedaan. Ook erg leuk om te doen natuurlijk. We houden van alle hobby's. En dan gaan we deze hier aan vastmaken. En dan gaan we hem zo versieren. Dan gaan we de andere kant ook vastmaken. En deze er even aanmaken. Ik weet niet of jullie ook nog leuke hobby's naast knutselen hebben. Ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Ik zoek eigenlijk nog iemand die mij kan leren spinnen. Dat lijkt me nou zo ontzettend leuk. Dus mochten er mensen kijken die zeggen van... Nou, ik heb een spin... Ik kan je dat wel leren. Dan en die wonen in een beetje in het midden van Nederland. Dan hou ik me aanbevolen. Zo. Even vastmaken. Zo. Dan gaan we naar de andere kant. Die gaan we ook vastmaken. Even kijken. Zo. Ik hoop niet dat ik heel erg in het... opleggen. Dat doe ik altijd een beetje zo. Dan weet je zeker dat je hem ook plat kan bewaren. Daar ben ik altijd wel fan van. Want dan neemt het minder ruimte in beslag. Dus dan lijm ik later de onderkant vast. Maar goed, ik ga hem nu wel helemaal in elkaar zetten hoor. Maar normaal gesproken bewaar ik de dingen die ik maak. Die nog soms nog niet helemaal af zijn. Omdat er nog later een tekst op komt. Heel vaak maak ik zulke basisdingen in het voren. En dan kan ik er gewoon één pakken. Nou, dit soort dingen doe ik ook allemaal van tevoren maken. Ja, ik heb hier een heleboel gemaakt. Met liefde. En ballonnetjes. Dit is dan ook zo'n omdraaien gebeuren. Of negatief had ik genoemd. Hè? Dit is negatief. Ja, die is andersom. Dan had ik nog een stukje over. Ik dacht, nou ga ik dat eens proberen. Dus je ziet dat als je dit maakt... En dan kan je ook een beetje spelen met kleuren. Want hier had ik meerdere kleuren gebruikt. Ik dacht, nou doe ik schek. Ook met de ballonnen. Dan kan je uiteindelijk een beetje spelen. God, wat staat leuk. In plaats van dat je één ding speciaal op dat moment maakt.
Dan kost het ook veel meer tijd. Dus soms als je zegt van nou, ik heb geen inspiratie. Ga gewoon beginnen. Ga gewoon lekker stempelen. Ik ben nu ook, ik heb een knutselclub in Ede. En nou, daar ben ik gisteren weer geweest. Nou, dan ben ik gewoon lekker gaan stempelen. Dat gaat ook goed met kletsen erbij. Want anders dan moet je ook niet te moeilijk willen. En dan heb ik gewoon even lekker met embossingpoeder ben ik gewoon wat basis gaan maken. En dan heb ik zo'n heel zakje vol. En die, nou, die bewaar ik dan. En meestal heb ik hier een heleboel. Ik weet niet of ik hier nu... Oh ja, hier heb ik nu... Dit is het Carlijnen. Dit heb ik allemaal van Carlijnen al gemaakt. Dus dat kan ik dan zo... Als ik dan iets zoek, dan kan ik het er gewoon zo bij pakken. En dan zie je een hoera. Die kan er ook op. Of gefeliciteerd. Dus als ik hem nou zou bewaren en ik heb... En ik ben in een noodsituatie dat we naar een verjaardag gaan. En ik denk, kak, ik heb niet iets leuks om in te geven. Nou, dan pak ik die, hup, even aan de kant die. Dan zou ik gewoon zo, huppatee, ruk ik Valentijn eraf. En dan, kijk, gefeliciteerd erop. Nou, kun je er wat geld in doen. Snoepjes erbij. En dan is het klaar. Nou, en dit soort dingen nemen best wel veel tijd in beslag. Nou, dat scheelt alweer als je iets in elkaar gaat flansen. Nou, dit leg ik even weg, want die heb ik niet nodig. Ik had als basis had ik al wel wat bedacht. Dat heb ik ook al voorzien van stickers. Oh, deze kleeft al een beetje. Dat is niet de bedoeling. Met een ballonnetje. Dus ik ga deze even een beetje uitlijnen. Die ga ik... opplakken. Zo. Even kijken waar die ballon aan moet komen. Dus hij moet niet te hoog. Die wilde ik hier hebben. Ja. Helemaal goed. Zo. Die zit dus ook hierin. Hè? Kijk. Wat is deze? Die is heel leuk. Die heb ik al heel vaak gebruikt. Trouwens ook hier gebruikt. Met zo'n leuk stiklijntje. Die kan ook gewoon zo op een kaartje. En een klein tekstje erop. En... ja, als je een leuk papiertje hebt, dan is dit ook al geweldig. Het is echt gewoon, ja. Is gewoon, dit is echt gewoon een fantastische stans om te hebben. Er zit zoveel bij. Ook leuke hartjes. Er zit zelfs een bloemetje zit daarbij. Ja, dan kun je deze bloemen maken. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien zo. Ja, dit is echt, ja, topper. En ik ga nu... Een ballonnetje. Ja, eerst ballonnetje erop doen. Zo. Die kan daar. Het touwtje laten we gewoon lekker zwemmen. Ik had het wel leuk staan. Dan heeft hij nog meer 3D effect, noem je dat zo? Ik heb geen idee. Ik zal gewoon het midden aan de kant weggooien. Zo. En dan liefde erop. Nou. Ja, dan moeten we even bedenken wat we erin gaan doen. Kijk, ik heb er eventueel nog zo'n onderbroek. Maar wat je natuurlijk ook in kan doen is een beetje van dat vloeipapier. Dat hebben we, heeft iedereen vast wel in huis. Oh ja, ook nog een tip. Als je een tasje zo neerzet, dit is de voorkant, dan doe je de voorste flap altijd als laatst. En dan krijg je mooi strak naar binnen. Ik ga nu even weer lijm aanbrengen. Zo. Die kant. Lijm. Die gaat eerst dicht. En die. Zo. En zo. Ik gebruik nooit te veel lijm, want dan weet ik wel dat het dan soms ook heel lang duurt voordat iets plakt. En dat is ook helemaal niet nodig. En soms krijg je dan zelfs ook hele dikke bobbels. Ik bewaar mijn lijm altijd in deze potjes. Dat vind ik het fijnst. Ik gebruik ook altijd tacky glue. Ik heb allerlei soorten lijmen gebruikt. Van Studio Light, wat is als nog meer... Ja, de Dutch Doobadoo en weet ik veel allemaal. Nee, voor mij is er maar één. Dat is Alice, Tacky Glue. Ja, dat vind ik gewoon echt gewoon super lijm. Plakt gelijk. Het houdt ook stevige dingen, dus die wat dikker zijn.
Dus nee, ik vind dat gewoon het fijnst. En zo is mijn tasje af. En dan kunnen we zelf er iets leuks in doen. Ik hoop dat jullie het een leuk projectje vonden. Ik zal als allerlaatste nu nog eventjes laten zien. Oh, hij is inmiddels weer stiekem uitgegaan. De apparaat gaat dus automatisch uit. Dan ga ik dat nog even laten zien. Ik zit even te kijken hoe laat het is. Oh, het is een half uurtje. Nou, dat is mooi. Ik hoef ook niet een heel uur door te kletsen. Er zit niemand op te wachten om een video te kijken. Ik ben natuurlijk geen Tim Holtz die gewoon 3 uur kan vol lullen. Natuurlijk zou dat wel kunnen, maar laten we dat vooral niet willen. Hè? En ik ga nog eventjes de andere plaat laten zien. Even kijken of dit een goed voorbeeld is. Ja, deze is heel mooi strak. Kijk, hier zit ook helemaal geen restjes. Hier zitten nog wel een beetje restjes. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Hier. Deze is echt het mooist. Die ga ik daarvoor gebruiken. En dan kunnen we daar eventueel nog een leuk bij passend kaartje krijgen. Nou, heel binnenkort komt er weer een nieuwe. Want dit is dit was een kleine serie van Marleen of van Carlijn die ze nu uitgebracht heeft. Dus deze stans of hot foil plaat en deze hot foil plaat. Dus dat is een hele kleine collectie. Maar binnenkort komt er een hele nieuwe collectie. En ik kan alvast verklappen dat die sowieso wat met Pasen heeft. En mensen die van de gnoompjes houden, komen ook aan hun trekken. En mensen die van kaartjes versturen houden, komen ook aan hun trekken. En meer ga ik echt niet vertellen. Ik beloof het. Ik beloof het. Ik ga het voor me houden. Daar ben ik heel slecht in. Dat zegt mijn dochter altijd. Mam, jij verklapt ook altijd alles. Maar nee, ik ga nu echt mijn mond houden, want anders krijg ik op mijn kop. En dan word ik hem misschien wel uitgezet. Dus dat gaan we niet doen. Dus blijf ons volgen op social media. En dan zullen jullie binnenkort de eerste sneak peeks al voorbij zien komen. En misschien dat Carlijn kan vertellen vanaf wanneer er gespiekt kan worden voor de nieuwe collectie. En dan hoop ik jullie daar... weer heel erg blij mee te maken. Zo, deze ligt er alvast op. Ik hoop dat die heet genoeg is. Dan gaan we deze erop leggen. Zo. En deze. En deze. De sandwich is klaar. Even wachten tot het lampje uitgeknipperd is. En dat hij het gaat doen. Dat ze er ook nog even leuk zo bij leggen. Zijn ze niet enig? Zijn ze echt snoeterig? Snoeterig vind ik ze. Ik hou van kleine doosjes en kleine tasjes. Volgens mij passen er ook wel dingen in. Hoe heet dat? Even loeren wat er allemaal in kan. Ik heb hier natuurlijk van alles. En nee, ik eet het niet allemaal zelf op. Nou, eens even kijken. Merci. Oh ja, dat gaat prima. Die kunnen er... Oh, dat kan er helemaal perfect in. Nou, lekker wat marcietjes erin gooien. Hoppatee. Ja. En natuurlijk onze grote vriend. Met Tony Chocoloni. Kunnen jullie er ook in? Oh, gezellig. Liefde. Liefde is chocola. Moet ik het eronder zetten. Liefde is chocola. Nou, leuk. Nou, ik denk dat ik nu wel nieuwe vriendinnen heb gemaakt. Nou, hij is opgehouden met knipperen. En dan een... Zo, neerzetten. Even kijken of hij een beetje uitgelijnd is. Dan gaat hij heel veel geluid maken. En dan gaan we heel rustig. Je hoort het sissen. Dan heel langzaam er doorheen halen. Zo, 1, 2, 3, 3. Ik doe gewoon 4 keer. Dat vind ik fijn. Dan komt hij ook weer terug. Ik denk niet eens dat het echt zo heel erg nodig is. Maar ik vind dat het fijnst. Nou, fingers crossed dat het gelijk gelukt is. Ja, bijna, bijna, bijna. Ik zou hem er nog een keer onder kunnen leggen. Hij heeft hem grotendeels gepakt. Hij ligt nog een heel klein beetje. Maar kijk eens hoe gaaf.
Wow, hier ben ik echt blij mee. Superleuk. Dit is dus een. Dan kun je dus een ander. Zien jullie het verschil? Dit is dus de tegenhanger van die. Nou, dit was het voor mij voor vandaag. En ik ga jullie vragen beantwoorden die jullie hieronder geschreven hebben. En ook komt deze video op YouTube. En ik hoop jullie gauw weer te zien. Of nou ja, via live dan. En volg ook even mijn andere collega's. Ik zal zo meteen ook, denk ik, hieronder eventjes iedereen noemen. Dan kunnen jullie allemaal, mijn collega's ook volgen. Zij maken ook onwaanzinnig leuke ideeën. Ze doen ook waanzinnig leuke dingen met de Carlijne stans en stempels, et cetera. Dat wordt echt ja, zo leuk om te zien dat iedereen heel divers is. En wat ik nog leuker vind, is dat we elkaar echt inspireren. En dat we ook gul zijn in het delen van ideeën. En dat, ja, dat, we daar, dat niemand daarover ook jaloers is. Dat vind ik een heel fijn iets. Want dat is iets wat ik heel belangrijk vind. Ik doe dit ook allemaal. Ja, ik krijg natuurlijk wel spullen. Maar in feite vind ik het gewoon leuk. En ben ik vereerd als iemand iets maakt wat op mijn dingen lijkt. En ik zou zeggen, mochten jullie ook zo'n leuk tasje gemaakt hebben, dan zet hem gerustig hieronder. Ik ben benieuwd. En nou, tot de volgende keer. Doeg!